Joort al wat drukte aan. Ja, we hadden Joort flink wat drukte aan. We hadden iets van 22 mensen aan. En er zitten toeristen bij, maar ook museumbezoekers. Die toeristen, komen die alleen uit Nederland? Nee. Eigenlijk uit de hele wereld. We hadden hier ook wel Fransen, maar zoals juist ben je gewoon helemaal uit Australië of Engeland of Rusland. Dus ja, dat is heel uiteenlopend, ja. En hoe doet het dan met de taal? Praat je Engels of Frans of Duits? Nou, het liefst in het Engels natuurlijk. Duits dat ken ik nog wel. Frans dat wordt al een beetje moeilijk. Maar we gaan een speakbriefje achter de balie. De toeristen komen vaak voor de informatie en de museumliefhebbers dat is dan wel echt historisch gebaseerd. Vooral Bonifatius. Wij gaan een aparte Bonifatius afdeling, maar ik kan horen lichtspel. En ons museum bestond namelijk uit twee gebouwen, uit twee gedeeltes. En dat eerste gedeelte gaat dan op Bonifatius en het tweede gedeelte is iets algemener qua geschiedenis. Van waar uw bezoek aan Dokkum? Oude huizen, grachtjes, noem maar op. Leuke winkels? Ook dat. Ja, heel gezellig. Overal terrasjes. En waar woont u? Ik woon in Delfzijl. Aan de kust. Dat is heel wat anders dan Dokkum. Ja, het is heel iets anders. Maar we hadden vroeger ook Friese buren. En daardoor hebben we ook wat meer gehoord over Friesland. Wat gaat u vanmiddag zo nog speciaal hier in Dokkum doen? Gewoon rondkijken. En alles bekijken wat er mooi is. Vanochtend vertrokken uit? Leeuwarden. Ja, dus een lekkere tocht over de Dokkum heen. En wat is de thuishaven van jullie boot? Wij liggen normaal gesproken in Aalsmeer. Dus net bij Schiphol daar zo. Ja. En hoe lang zijn jullie nu al met vakantie? We zijn nu vanaf donderdag, dus net iets meer dan een week. En we mogen nog 2 weken. Dus we gaan een rondje Nederland doen. Wanabanga. En ik ben je vrijwillig moender op de Zelmrust en op de Hoop hier in Dokkum. En wat voor soort molen is dit? Het is een koren- en pelmolen. Dus dat betekent, je wordt koorn mjeld en je wordt ook gort, wordt je pelt. Vroeger waren het dan naar de bakkers en naar de klanten bracht. Maar in het wurg mjellen we je net meer voor bakkers in deze molen. En hoeveel windkracht is er nodig voordat deze molen echt begint te draaien? Nou, als je we draaien nou juwe tek en dan het is nou juwe 2 traaien, dus dat is net zo volle. We draaien juwe voor de prins, dat betekent we gaan net in het werk te steken. Maar als wij echt mjellen wilden, dan moeten we 4 of 5 mensen gaan om ek, de steen draaien te kennen. Ja, en van dit prachtig uitzicht geniet je wel. Dan op sneurne middjes van 1 oont mij ongeveer 4 roeren ben wij hier aanwezig. En ik op wazie middjes op een rust binnen vaak moenders aanwezig. Maar het makkelijkste is eigenlijk, als de moene draait, dan ben we er. Dus dan is iedereen welkom. Binnen, op het terras, of waar dan ook, de Simmer strielt u die radio.